Hoi, Martijn Groenendal hier. Ik heb een unieke mogelijkheid voor je om mee te gaan doen met een hypnoseopleiding waarin jij de principes van directe hypnose en indirecte hypnose gaat leren toepassen in een conversatie. We noemen dat conversationele hypnose. En wanneer je een grote sprong voorwaarts wil maken in hoe jij in jouw gesprekken en conversaties veranderingen kan maken bij je cliënten of klanten, is dit een super goede kans voor je om te gaan leren hoe jij de principes van conversationele hypnose in je eigen gesprekken gaat toepassen. Dit is met name uitermate geschikt voor als je natuurlijk al hypnotherapeut bent en elders hypnoseopleidingen hebt geleerd. Ook voor coaches op wat voor gebieden ook, natuurgenezers, maar ook educators en leraren, lerares, ouders. En wanneer je simpelweg meer impact wil hebben in je conversaties, op je gesprekspartner of cliënten. Je krijgt een certificaat van de IAPCH, de Internationale Associatie voor Professionele Conversationele Hypnotiseurs, de IAPCH.org. Ook krijg je een plek op de website daar om eventueel je diensten en services aan te bieden. Het is ook een geschikte opleiding voor je wanneer je voor jezelf wil gaan starten als onderneemster of als ondernemer en wilt gaan coachen met behulp van hypnotherapie of conversationele hypnose. Je leert in 2 weekenden, op 8, 9, 10 juni en op 20, 21 en 22 juli, dat betekent het eerste blok dus in juni en het tweede blok in juli, het totaalpakket. Ook wat je daarbij krijgt is het hypnotherapie toepassingsprogramma. En daarin staan alle protocollen beschreven hoe je de meeste problemen oplost met behulp van de methodiek die ik je leer en doseer in de opleiding. Denk aan hoe pak je precies aan wanneer iemand depressief is. Hoe los je dat op? En hoe pak je gewichtsverlies aan wanneer mensen gewicht willen verliezen? Hoe pak je het precies aan wanneer er bijvoorbeeld emotionele pijn is uit het verleden? Kortom, dat is meer een hypnotherapeutische extra service die bij de opleiding zit. Met name voor wanneer je veel meer handvatten wil hebben hoe je mensen helpt problemen op te lossen. Als je zit te denken, ja, ik ben niet zozeer geïnteresseerd in mensen helpen met dat soort diepere problemen op te lossen of de therapeutische kant. Nog steeds blijft de opleiding een krachtige opleiding puur voor de gesprekstechnieken die je leert en de conversationele hypnose technieken. Zo'n 50% van de mensen die mijn opleiding volgen, volgen het voor persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei. Omdat ze zelf, doordat ze door de opleiding heen gaan, voelen dat ze een enorme verschuiving maken in hun persoonlijke groei. Een stuk bewustzijnsontwikkeling doormaken puur door het effect van de hypnotherapeutische techniek en de conversationele hypnose technieken. Het is geen therapie natuurlijk. Het is een opleiding waarin de vaardigheden die je leert om in gesprekken toe te passen centraal staat. Dus de vaardigheden die je leert staan centraal. Dus wat er nog meer bij zit is dat je dus naast het certificaat en het hypnotherapie toepassingsprogramma een jaar lang ga ik je mentoren online. Dus dat betekent dat je elke maand een kans hebt, een mogelijkheid hebt om online te komen met studenten die de opleiding hebben gedaan en daarin vragen hebben over specifieke toepassingen van conversationele hypnose. Dus een jaar lang, 12 maanden, krijg je die service er ook bij. Het is een superleuke opleiding om te doen. Het is een hele persoonlijk gerichte opleiding en de groepen zijn klein. Denk aan 10 tot 16 mensen. Hier op de locatie in Den Haag, mijn opleidingsinstituut, de NLP Life Academy. En de opleiding is op dit moment nog in de early bird prijs met alle services erbij. Ook krijg je het protocol erbij, de bonus, het stoppen met roken protocol. Je krijgt 5 uur lang interview hoe je een fobie oplost. En je krijgt video's online naast het hypnotherapie toepassingsprogramma hoe je alle technieken uit conversationele hypnose toepast. Zelf help ik cliënten over de hele wereld op Skype en op Zoom en natuurlijk live hier in Den Haag om problemen op te lossen of soms oplossingen te vinden. Mensen die bijvoorbeeld op een punt in hun leven staan om een ontwikkeling door te maken of een doorbraak te maken.
help ik door middel van conversationele hypnose die ik toepas in gesprekken. Dus je leert in de opleiding die ik hier beschrijf ook hoe je dus hypnose toepast zonder dat mensen weten dat het hypnose is. Ze zullen niet vertellen aan jou, ja, ik ben gehypnotiseerd, maar ze zullen wel vertellen, wow, het was een zeer boeiend gesprek. En ik merk dat ik heel veel nieuwe realisaties heb gekregen, omdat je leert werken met hun onderbewuste. Dus stel je voor wat dat voor jou gaat betekenen in de gesprekken die je hebt met jouw cliënten, hoeveel meer effect en hoeveel meer impact je hebt op anderen. En conversationele hypnose staat garant voor de impact, omdat mijn resultaten door het plafond zijn gegaan sinds ik echt de technieken heb geïntegreerd in mijn coaching sessies en in de interventies die ik doe. Dat wil ik met jou delen. Ik wil jou die technieken ook gaan geven. En in de opleiding doe je dus allemaal praktijkgerichte oefeningen achter elkaar. En dat maakt het een zeer praktijkgerichte opleiding, waarmee je dus gelijk ook de technieken in de vingers krijgt en onder de knie zal hebben om gelijk zelf toe te passen op je werk, maar ook in je privésfeer. Dus het helpt mij enorm om in situaties waar ik bijvoorbeeld overanalytische mensen heb of kritische mensen heb ten aanzien van hypnose, alsnog kan helpen met dezelfde technieken. Dus directe hypnose is bijvoorbeeld een methode in hypnose waarin je iemand hypnotiseert door middel van een hypnotische inductie. Denk aan een handshake interrupt, denk aan een shock inductie, denk aan een Dave Elman inductie. Dat zijn krachtige en waardevolle inducties. Echter, in sommige situaties kun je dat simpelweg niet doen. Of hebben mensen weerstand tegen het hele concept of idee van hypnose. En dat is jammer, omdat ze daarmee een grote kans missen om hun eigen onderbewustzijn te herprogrammeren. He, daar waar de gewoonten zitten. Daar waar de emotionele vastgeroeste reacties zitten. De vastgeroeste patronen, hoe mijn cliënten dat wel eens benoemen. Die kun je gemakkelijk en snel veranderen, meestal in één sessie al, door middel van dat soort technieken. Echter zie je wel eens dat mensen ja, niet per se gehypnotiseerd willen worden of ja, weerstand krijgen bij hypnose of het moeilijk vinden zich te concentreren en te visualiseren. En dat is natuurlijk logisch, omdat de meeste mensen hebben helemaal geen educatie gehad rondom de werking van hun geest, rondom hypnose, etcetera, etcetera. En dat is ook veel te gecompliceerd en lastig voor ze. Wat jouw cliënten willen is snel resultaat. En dat betekent dat je dus met conversationele hypnose dat hele probleem oplost, waarin mensen weerstand zouden hebben tegen jou of tegen je technieken of methoden, of zich niet goed kunnen concentreren of twijfels houden over ben ik nou wel echt in hypnose of niet. Al die ideeën doe je van de baan, simpelweg, door middel van conversationele hypnose. Dus conversationele hypnose lost dat probleem voor jou op. Dat je dus in een gesprek wel degelijk de impact hebt wat je normaal zou hebben met een krachtige en gegarandeerd werkende hypnosesessie, hoe je dat nu simpelweg kan doen in een conversatie. Dus kijk op deze pagina naar de link die je kunt vinden en dan kun je daar zien in wat je allemaal krijgt om mee te doen met de training die gaat starten op 8 juni. En er zijn nog een paar plekken aanwezig. Op vrijdag 8 juni starten we hier. De locatie is in Den Haag. Ik zit 5 minuten lopen van het Centraal Station vandaan, dus dit is ideaal. Stel dat je met de auto komt, kun je parkeren in Q Muzenplein. Dat is letterlijk hier 100 meter vandaan. En als je met de trein komt, ja, is het natuurlijk 300 meter lopen. Dus het is heel makkelijk te bereiken. En ja, het is een ideale kans voor je om je vaardigheden te verbeteren. Dus kijk op deze pagina. Bedankt voor het kijken.